internetland, ik ben Yahya en ik ben vandaag hier op de Skill Masters in Rotterdam Ahoy. Ik ben hier niet alleen, want ik heb twee boys bij me en die boys gaan zich een beetje voorstellen. Vaga. Hoi, ik ben Misha, ik kom uit Beuningen en ik kom hier even kijken naar wat dingen die voor de vervolgopleiding. Oké, en jij bent? Hoi, ik ben Steven, ik woon ook in Beuningen en ik kom hier ook kijken voor de vervolgopleiding. Oké, nou, we gaan even lekker rondlopen en rondneuzen en misschien komen we wel tot iets leuks. We staan hier bij de marine. Stefan, een vraagje gozer. Heb je hoogtevrees of niet? Nee, ik heb geen hoogtevrees. Ja, dan is het duidelijk. Dan gaan we even klimmen, kijken of je het aan kan, vriend. Is goed, man. Ja, was leuk. Makkelijk ook. Is het echt jouw ding? Ja, ik zou het leuk vinden om hier iets later mee te gaan doen. Ik sta hier met Arjen en we zijn hier op het sportplein. Het lijkt me een gymzaal, man. Ja, dat is fantastisch. Er wordt hier geminitennis. We hebben een veldje uitgezet, is niet zo groot. Zullen we even een potje te gaan tennissen? Ja, is goed. Jullie ook, gozers? Ja, zeker. Doen we, kom op, man. Gaan we jullie even inmaken. 2 tegen 2. Nee, gewoon met je pistool gewoon schieten op iets. Maar ik heb hem niet bij me. Heren van het goede leven. Ja, ja. Weet jullie al een beetje wat jullie gaan doen? Ja, naar het CIO's. Ja? Wil ik die richting wil ik gaan. Oh, een sportopleiding? Ja. En jij ook? Ja. Ja, het ziet er goed uit allemaal, dus denk het wel. Oké, en wat is plan B als dat niet lukt? Dan landmacht. Ja? Ja. En jij? Ik zou het ook niet weten. Ik denk ergens in de media of met geluid iets, geluidsman of dat soort dingen. Waren ze een beetje gierig naar informatie of viel het ermee? Ja, dat zeker wel, want ze vinden het wel heel leuk, de sportopleiding en zo. Dus ze hebben er ook zin in. Dus ja, het komt wel goed bij hun. Oké, man, het komt zeker wel goed met iedereen. Want echt, op de Skills Masters is er veel te doen voor iedereen. En zelfs ik heb een soort van toekomst gevonden, een soort van plan B. Want je kan niet altijd verslaggever blijven, toch? Dit was Yahya en ik zeg peace voor nu. En zoals altijd, tot plotseling. Doeg!